Mary is geweest. Ik ben, heb eerst sowieso de honden eruit gelaten, de meisjes. Ik heb Gandalf eten gegeven, die is eruit geweest, weer binnengekomen, weer eruit geweest, weer binnengekomen en nooit die boven. Mary is geweest, maar ik ben blij. Super blij. Ja, want wat heb ik gekregen? Mijn pakketje is eindelijk binnen. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds woensdag en ja, ik ga even naar de computer, want ik weet het allemaal zo niet. Nee, ik weet het zo niet. Het is vandaag woensdag, de 3e van de 8e 2022 en we leven al, schrik niet, want ik ben heel erg laat met jullie erbij te pakken. Het is 16:27, maar het heeft zo zijn reden. Tuurlijk ben ik al, ik weet niet hoe lang eruit. Ik heb 2 keer visite gehad. Ook dat nog. Ja. Mary is geweest. Ik ben, heb eerst sowieso de honden eruit gelaten, de meisjes. Ik heb Gandalf eten gegeven, die is eruit geweest, weer binnengekomen, weer eruit geweest, weer binnengekomen en nooit die boven. Mary is geweest. Ik heb een meneer, die woont vlakbij. Ken ik belopen als het moet. Heel dichtbij, nog dichterbij dan waar Marianne woont. Zoals jullie weten zijn er gisteren tegels opgehaald met mijn achterbuurman samen, bij Mary vandaan. Nu is het geval, nou wordt het morgen al betegeld door die andere man. Dus dan moet ik de buurman alweer gaan vertellen. Ja, dat doe ik ook straks. Maar, ik ben blij. Super blij. Ja, want wat heb ik gekregen? Mijn pakketje is eindelijk binnen. Dus die gaan we zo meteen openmaken. En ja, dan laat ik het jullie natuurlijk zien. Ik zal er eerst even wat bij gaan pakken. Een schaar lijkt me wel handig, denk ik. Denk ik zo. Zo. En dan gaan we me, zoals Karin het altijd netjes zegt, unboxen. Ik wist eerst niet wat dat betekende, dus ik heb dat ook nagevraagd. Maar ik denk, ja, gewoon in Nederland, weet je, pakketje openen. Daar hou ik het bij. Ja, unboxen, oftewel een doos of een pakketje openen. Nou, dat is toch hetzelfde. Dus ik hou het gewoon lekker op het Nederlands, lekker simpel. Degene die mij niet verstaat, nou ja, pech. Ja, ze zien het vanzelf wel wat ik doe, toch? Ja. Dus ja, ik zal jullie even een beetje anders neerzetten. En dan komt dat helemaal goed, dacht ik zo. Zo, staat er lekker niks op. Even kijken. Want het is open geweest, ja? Kun je nagaan. Maar ze mogen er niet eens aankomen wat niet voor hun is. Ik weet toch waar het beland was, dat is me al verteld. Maar die mensen mogen dat niet openmaken als het niet op hun adres is. Dus je kunt het lezen, ook al wanneer ze een andere taal spreken. Nou, dat is er even af. Even daar. Voilà. Voilà. Nou, ja. Daar hebben we allemaal last van. Hoepsie. Hoepsie. Even kijken. Nou, dan moeten jullie toch wel zien wat dit al is, hè? Dan zetten we die even daar neer. En dan kan dat doosje ook even weg. Ja, ik ben er super blij mee. Moet ik even zien hoe dat open moet. Dat is 1. Kunnen jullie nog beter zien? Dan zit daar weer een stikkertje op. Een plakdingetje. Ja,
En er kan niet de schaar tussen. Ik moet eventjes een mesje pakken, die is dunner. Even geduld, mensen. Die. Maar ik had nog wat, dat moet ook even mee, want dat had Karin al meegenomen. Dat is dit. Die moet erin. Dat zal ik eerst even zien. Ja. Ja, wat is er? Ja. Vrouwtje hoort je wel, maar... Het wil even niet wat ik wil. Ja, daar komt ie. Ja. Ik kom eraan. Even geduld. Een schone zaak. Ja. Ja. Wat wil je nou weer? Ja? Vertel. Ja, je wilt hem buiten, hè? Ja, ik kom eraan, man. Ja. Ja, een vrouwtje die is aan het vloggen. Nee. Ja, dus even opschieten. Ja. Hou eens even maar. Nou, kijk eruit. Kom maar. Hup. Nee? Nou, dan moet je ook niet zitten te zeuren. Toe dan. Wil die niet eens naar buiten? Wat ben je dan voor iets aan het doen? Ja, doe even. Doe even. Oude zeurdoos. Nou, gaan we verder met het openen. Dat waren dus boekjes wat ik uithaalde. En foldertjes en reclame en weet ik veel wat. Ja, en dat is allemaal zo lekker klein. Kijk, dit is een microfoontje. Ja, nou dan laten we er nog even in. Even erin. Een snoertje om op te laden, uiteraard. Ja, dit ja. Het zit allemaal muur vast. Een batterijtje. Eventjes goede genade, wat zit het vast? Ja. Voilà. Ik doe jullie weer even normaal. Eventjes omhoog weer. Zo, zie ik jullie weer. Ja, nou, dit is hem. Hoe die nog werkt, dat moet ik allemaal nog bekijken en alles. Uiteraard moet ik eerst sowieso de batterij erin doen. Maar dat doe ik allemaal lekker zonder jullie, want dat moet ik allemaal uitvogelen. Maar hij is terecht. Daar gaat het om. Dan ga ik... Oh, nog een foldertje. Nou, leg ik daarbij. Die daarbij, die daarbij. Dan kan dit weer eventjes. Dicht. Hoe moet dat? Die daar naartoe. Die dicht. Die zo. Zo, zo. 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 En dat gaat even in die doos. Daar heb ik nog een doos. Dat is die. Jij bent lastig, jij. Ik weet niet wat je wil. Je wilt niet naar buiten. Je wilt snoepjes zo meteen. Hé? Ja, je wilt snoepjes zo meteen. Wat is dat? Een tasje of zo? Ook een batterijtje? Ja, dat is voor dat ding. Uiteraard. Een ronde, die moet hier weer in. Aha. Juist, ja. Ja, nog meer boekjes. Nou, even die boekjes apart houden. Zetten we dat daar neer. Dat gaat even daar weer in. Wordt het ook niet smerig. En nou is deze, dat is
de tripod plus gelijk ook van alles erop. Dus ja, moet ik ook nog zien hoe dat allemaal werkt. Ja. Kijk. Twee naar achteren. Kijk dan. En dat kan ook nog allemaal bewegen. Doe hem even weer dicht, anders kan ik hem niet vasthouden. Ja, nog een keer. Nee, doe je dat niet? Hè? Moet toch draaien willen? Ook indrukken soms. Nou. Dat ik er nog niet 1, 2, 3 weten. Ik heb er kracht niet voor. Die kan stijf. En die kan los. En dan denk ik van dat moet draaien kunnen. En als je de knopje bij kan je indrukken. Maar dat wil niet. Maar het moet volgens mij wel kunnen. Maar dat vragen we wel aan Karin. En anders ziet het zo ergens in het boekje staan met een plaatje. Nou ja, we gaan sowieso kijken waar dat batterijtje in moet. Want ook dat moet gedaan worden. Ik zie hier een dingetje. Oh, wacht even. Oh ja, dat moest twee handen. Dat gaat toch niet? Ja, hij is los. Wow. Nou, dan kan dit batterijtje er al in. Ja. Zo. Zo, en dan kan die er weer dicht. Nee, andersom. Geloof ik. Ja, zo. Nou, dan zit die erin. En de rest doe ik zonder jullie, want dan moet ik met die camera zelf aan de gang. Dus ja, we zullen beleven hoe en wat. En ik ga een bak koffie erbij maken. En ik laat het jullie straks natuurlijk zien. Helemaal goed. Toppie! Ja, lieve vrienden, ja, daar zijn we dan met onze nieuwe camera. En ik ben er gewoon geweldig blij mee, ja. Ik moet hem enkel natuurlijk eerst even, denk ik, aan de lader gaan gooien als ik dat zo bekijk. Maar het komt allemaal goed, ja, zeker te weten. Ik ben er super blij mee. Ik kan nog leren hoe het allemaal werkt. Ja, ook dat nog. Rijka. Meisje. Hey. Hi, kwispelkontje. En hier hebben we ook zo'n lieverd. Ja. Nog zo'n lieverd, schatje. Ja. Oh, moet jij zo zuchten. Hé? Nou dan, wat verdik je? Ja? Oeh, even uitrekken ook. Wat een dikkie. Nou, ik hoop dat het nou goed gaat allemaal. Ja. Ja, lieve vrienden, ik film nou met mijn nieuwe camera enkelt. Ja, ik weet niet hoe het werkt allemaal nog hoor. Nee, ik moet nog een heleboel leren, maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb er een richtcamera, microfoontje erop. Dus ja, met mijn handvat, laat ik het, mijn tripod. Daar zitten knoppen op, foto, movie, dus filmen, C en een 1 en een lock. Maar ik was daar net mee aan het filmen, maar ik denk dat dat niet gelukt is. Nee, maar dat komt allemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Het is leren en oefenen en dan komt het allemaal weer goed. Ook heb ik er een boekje voor. Er staat gelukkig Nederlands in, dus het komt allemaal wel goed. En heb ik vragen aan Karin, dan vraag ik dat. Ook die is nog druk bezig om te leren allemaal. Maar ja, het meisje die heeft nog steeds te kampen met oorontsteking bij de kant. Plus ze heeft er voorhoofdontsteking bij. Dus ja, ik wens haar natuurlijk van harte beterschap toe. Ja toch?
Maar het komt allemaal wel goed ook met haar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze van alles en met elkaar. Tot later! Ja, daar zijn we weer even. Ik heb nou even de stofkap erop. Stormkap. Hè, dat is dit dingetje. Ik heb er even afgehaald, omdat ik wil weten hoe het geluid nou is. Ja, we proberen van alles en nog wat een beetje bij beetje uit. Ja, zo simpel is dat. Ja, toch? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle nachtrust gewenst. Ik ga zo nog met de dames even lopen. Het is eventjes zien. Even kijken hoe laat het is. Het is 1:58. Er is nog bezig een vlog aan het verwerken op YouTube. En dan is dat ook klaar. En ja, ik zeg gewoon, geniet van jullie nachtrust. Welterusten, mooie dromen. En morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan.